Ik ben Maarten Mekerle, ik ben kinesiotherapeut sinds 2002. Dan heb ik nog een master na master gedaan, namelijk een sportrevalidatie. Daardoor ben ik eigenlijk in verschillende sportclubs actief geweest, onder andere de Rode Leugens, Club Brugge, KV Oostende en Zulte Waregem. Hier de praktijk is eigenlijk gebouwd op eigenlijk, sporters en niet-sporters. Dus wij hebben eigenlijk een zeer divers publiek. We zijn hier eigenlijk vandaag gekomen om te praten over een bepaalde case. Zou je die case, zou je de patiënt even kunnen voorstellen, even schetsen wat dat hier is? Ja, goed. Het gaat over een 27-jarige voetballer die eigenlijk een onderbeenfractuur gehad heeft. Ik kende die voetballer al van mijn loopbaan bij een bepaalde sportclub. En dus toen dat hij eigenlijk die zware blessure had, had hij mij opgebeld om bij mij te komen revalideren. Nu, het was een complexe breuk, waardoor dat eigenlijk in het begin de arts er zeer hard voor gekozen had om zeer restrictief te gaan zijn. Dus de patiënt mocht gedurende 6 weken absoluut niet op zijn been gaan steunen. Wat dat zeer ambetant is voor de patiënt natuurlijk. En nadien mocht die restrictie eigenlijk stilletjes al wegvallen en proberen we eigenlijk na verloop van tijd zo sportspecifiek mogelijk eigenlijk de revalidatie te gaan opnemen eigenlijk. Mm-hmm. En wat zijn dan eigenlijk de doelstellingen die je samen met de patiënt dan gesteld hebt? Wat zijn de verschillende stappen in dat proces geweest? Zoals dat ik zei, patiënt mocht in het begin niet veel doen. Met zijn onderbeen, dat wil niet zeggen dat hij niets mag doen. Hetgeen wat we eigenlijk altijd in de praktijk gaan doen, is we beginnen eigenlijk met een anamnese om te gaan kijken van wat zijn eigenlijk de verwachtingen van de patiënt. Die dan ook gaan bekijken samen met de arts van, ja goed, het verwachtingspatroon ligt dat in de lijn van hetgeen wat we kunnen gaan verwachten. Bij die patiënt is het zeer duidelijk hé, op zo'n kort mogelijke tijd terug op dat voetbalveld te kunnen gaan staan. Hé. Maar natuurlijk zitten we daar met de restricties dat we toch van de arts hebben gekregen. Namelijk in de eerste 6 weken mocht ik absoluut geen steun aan gaan pakken. Dat moet dan echt wel goed doorgesproken worden met die patiënt, hé, met die sporter. Dat we daar eigenlijk de patiënt heel duidelijk maken van kijk, tot daar kunnen we gaan. Het wil niet zeggen omdat hij niet op zijn onderbeen kan staan, dat we ook niet kunnen beginnen met de revalidatie. Die revalidatie is eigenlijk dag na operatie direct gestart. En dan gaan we eigenlijk het proces gaan doorlopen volgens het ritme van de patiënt ook. Want je kunt ook complicaties hebben, je kunt ook overtraining en overuse gaan krijgen, waardoor dat je eigenlijk je patiënt, in de plaats dat hij een vooruitgang gaat maken, dat hij terug een achteruitgang krijgt, omdat je eigenlijk de spieren op een bepaald moment gaat gaan overbelasten. Dus we spreken eigenlijk in time windows, hè, dat we zeggen van oké, onze goal is na 6 weken beginnen lichtelijk te steunen, vanaf dan mogen we zoveel procent gaan steunen, oké, we willen op dat moment zorgen dat je terug een volledige steunname hebt en dan eigenlijk terug die stabiliteit gaan krijgen. Maar tegen zo'n tijd willen we proberen te zorgen dat je terug inderdaad lichte veldtraining kunt gaan doen. Maar natuurlijk is dat dan beetje bij beetje dat we gaan bekijken. Hè? Want we kunnen, dat is altijd hetgeen wat we ook zeggen tegen de patiënt, van als ze terug naar hier komen, hè, vragen we eerst en vooral van oké, hoe heb je de vorige revalidatie eigenlijk verteerd? Is die goed verteerd? Oké, dan kunnen we een stapje verder. Heb je daar reactie op gehad? Oké, dan kunnen we absoluut, dan moeten we nog eventjes in deze fase gaan blijven. Dus wanneer dat we over een langere revalidatie spreken, en vooral bij een voorste kruisband is dat nog net ietsje gemakkelijker dan een complexe breuk natuurlijk. Bij een voorste kruisband kunnen we inderdaad gaan zeggen van oké, dan gaan we dat kunnen gaan doen. Bij een complexe breuk is dat net ietsje moeilijker en is dat eigenlijk week per week gaan aftoetsen van waar kunnen we met die patiënt verder aan werken. Ja. En zou je nog iets dieper mee kunnen nemen in het revalidatieproces zelf van deze specifieke patiënt en dan ook wel eens kijken naar de rol van Matti binnen het proces? Ja. Ah, wel, zoals ik zei, de eerste 6 weken mocht hij absoluut niet steunen. Dat wilde ook niet zeggen dus dat we de spiergroepen van zijn onderste lidmaat hebben laten wegkwijnen, absoluut niet. Daar hebben we eigenlijk geopteerd om te zorgen eigenlijk met co-contracties en met hamstring en quadriceps tonificatie
eerst in zet, want je mocht niet steunen, om die spiermassa toch te blijven behouden. En daar heeft Matty eigenlijk ook direct een rol begint te spelen, want dan hebben we eigenlijk tapping exercises eigenlijk gedaan. Dus we kregen eigenlijk steppen op Matty, waar dat hij dan eigenlijk heel mooi met zijn aangedaan lidmaat moest gaan het knopje gaan uitduwen. Omdat Matty een sensorieke mat is, waar dat je eigenlijk ook weinig kracht op gaat gebruiken, kun je eigenlijk gewoon met de placing van de voet was al eigenlijk al voldoende om te zorgen dat de mat terug uitging. Waardoor dat je eigenlijk de spiercontrole behoudt eigenlijk van de romp. Mm-hmm. Het tweede wat dat we dan ook gedaan hebben is, dus de knieflexie was ook heel belangrijk in de eerste fase om die toch te gaan behouden. We hebben daarvoor dan eigenlijk de heatmap gaan gebruiken, samen met eerste instantie zonder een bal, gewoon gaan schuiven over de mat en gevraagd van oké, volg de heatmap, zorg mooi dat je eigenlijk in één vlak blijft bewegen met je hiel, want de hiel bewoog eigenlijk over Matty. En in tweede instantie hebben we dat dan iets moeilijker gemaakt en hebben we dan eigenlijk gevraagd aan de patiënt om zijn hiel op een bal te gaan plaatsen en dan eigenlijk moest hij mooi vooruit en achteruit gaan bewegen, waardoor dat je eigenlijk meer rompstabilisatie van de heup krijgt en eigenlijk ook een stabilisatieoefening hebt in de knie, dus dat je eigenlijk niet mag een S-beweging maken, maar mooi vooruit en achteruit. Dan hebben we diezelfde oefeningen beginnen uit te voeren vanuit stand, waar dat hij eigenlijk in eerste instantie zijn twee krukken mocht gebruiken, maar terug eigenlijk beweging moest gaan maken vanuit het bekken. Wanneer dat hij dan in een tweede fase lichtjes mocht beginnen te steunen, konden we eigenlijk Mappy gaan gebruiken en dat was eigenlijk, vond ik, een verademing, want vroeger moesten wij bijvoorbeeld met een weegschaal gaan werken, maar Matty kon eigenlijk gaan zeggen van, goed, een patiënt mag 30% op zijn aangedaan lidmaat gaan steunen. Dus dan keek hij naar het computerscherm, kon hij eigenlijk van daaruit al gaan kijken van oké, goed, ik sta nu ongeveer op 30% en kun eigenlijk bijvoorbeeld een squatbeweging gaan uitvoeren. En zei hij eigenlijk heel zeker dat hij niet zich gaat over gaan belasten op dat been, maar dat je echt wel effectief in verschillende graden van zijn quadriceps hamstring eigenlijk oefening kan gaan aanbieden. Ja. Dus, en dat was eigenlijk wel een zeer groot voordeel met Matty, omdat je eigenlijk bij Matty staat op een plat vlak, terwijl wanneer je als een weegschaal bijvoorbeeld gebruikt, want anders kun je eigenlijk op geen enkele andere manier gaan kijken van hoeveel lichaamsgewicht dat een patiënt eigenlijk zit te gebruiken. En je zit altijd met een niveauverschil, wat dat veel ambetanter is. Mm-hmm. Goed, dus wanneer dat eigenlijk gedaan was, dan zijn we eigenlijk beginnen Matty te gaan gebruiken eigenlijk met speed en agility trainingen eigenlijk. Dus hetgeen wat dat hij dan moest gaan doen was een lunge forward, wanneer dat hij de wiep hoorde, ogen toe, lunge forward, netjes door de knie en terugkeren. Dus op dit moment zitten we in dit stadion, dus we zijn daar nu zeer hard mee bezig. Nadien gaan we inderdaad ook naar sprongkracht oefeningen en dergelijke gaan kunnen gaan werken en daar kan Matty inderdaad ook wel een voordeel aan geven, omdat je dan bijvoorbeeld ook met het afrolpatroon van de voeten bijvoorbeeld gaan kijken van durft hij voldoende kracht eigenlijk te gaan geven op zijn aangedaan lidmaat. Maar daar zijn we nog niet. We zijn dus nog geleidelijk aan eigenlijk de kracht op zijn onderste lidmaat, aangedaan lidmaat, eigenlijk nu aan het verbeteren, met eigenlijk gecontroleerde oefeningen. Na verloop van tijd kunnen we dan bijvoorbeeld een bosubal daar gaan opzetten, waardoor dat we eigenlijk nog meer de core stability spieren gaan moeten gaan aanspannen en dat je dan eigenlijk ticking exercises eigenlijk gaat geven, omdat je dan eigenlijk bezig bent. Een laatste oefening waar dat ik eigenlijk bij een voetballer ook wel gaan aan werken is dan bijvoorbeeld dat hij naar een hopping moet gaan doen naar een bepaald vak en dan bijvoorbeeld een kop exercise moet gaan doen of een shot exercise, waardoor je eigenlijk zeer inventief kunt gaan zijn bij Matty en dat je eigenlijk heel sportspecifieke oefeningen kunt gaan geven bij met die mat. Dus ik zie daar wel een meerwaarde.